Hallo Ali hier, live bij Punch-Out. Frans Sinatra tegen Jera NK. Jera NK, hoe ging het? Het ging fucked up, man. En dat wel beter gekund. Ik had wat bars waarvan ik dacht dat de crowd ze echt zou pakken. Maar of de crowd sliep of mijn shit kwam gewoon niet hard aan. Dat gebeurde inderdaad wel. Dat je tekst dope was, maar het publiek matchte niet helemaal bij je lijns. Waar ligt dat dan aan? Ja, ik weet niet, een beetje aan mijn stijl. Dus ik denk dat ik een beetje mijn stijl moet switchen. Frans kwam ook wel harder dan ik verwacht had. Dus was wel dope. Over Frans die harder kwam dan verwacht. Ja, vorig jaar je auditie, geen kut. Je werd niet helemaal toegelaten binnen Punch-Out. En nou ja, je afgelopen auditie was je een van de beste op de auditieronde. En je komt vandaag ook weer keihard. Heb je een soort van revanche gevoel of zo? Nou, niet zozeer revanche. Ik wil meer, het is ook een beetje om te laten zien. Iedereen kent me als crowdopvulling en knikken. Ja. Ik wil laten zien juist van, ik kan meer dan dat. Ik kan ook zelf in die ring staan, want ik heb vroeger ook vaak gebattled. Ja. En nou, ik ben ook wel kritischer geworden. Ik heb heel veel shit herschreven. Ik had al echt 3 verses en dan toch weer les met het andere. Dus misschien zet ik het wat meer gas achter, dat het daardoor... Het beter worden is in ieder geval gelukt. Even kijken, wie Draak had jou net uitgedaagd. Ja. Volgende tegenstander? Ja, het grappige was, hè, zeg maar, na die auditie had hij me al gevraagd. Maar toen, toen had ik eigenlijk al een soort van een battle staan. En toen eindstond kreeg ik Jera. Is dat een beetje... Nou, wat jou betreft mag die komen? Ja, ik heb nog niet echt iemand op het oog. Wat gebeurt er nou, stel je voor dat je naar de achtfinale van het nieuwe seizoen gaat en je moet daar tegen Jeeves? Wat gebeurt er dan? Tegen Jeeves? Dat wordt wel grappig, denk ik. Het is een soort, hoe zeg je dat, Robin versus Batman. Either way, weet je wel. Je zegt dat je je stijl misschien gaat switchen, misschien werken aan je delivery, want wat de bars zijn er op zich. Tegen wie ga je dat doen? Iedereen mag komen, man. Maakt echt niet uit. En liefst nu. Ik weet niet, man. Ik denk iemand als Dave zou wel gewoon lauw zijn. Hij lijkt me wel gewoon tof om tegen te spetten ofzo. Ik heb de rest nog niet echt gezien. Dave, hij komt je halen. Ik wil ook nog zeggen, weet je. Ik vind het ook tof als jullie mij gewoon matchups geven. Weet je. Zo is deze wet ook ontstaan. Weet je. Ik sta gewoon wel... Bring him, man. Alright, dope. Straks om 7 uur staat de battle online. Mijn naam is Alo Ali. Tot de volgende keer.